kaasballetjes. Meng 200 gram witte kaas en 200 gram monchou met een vork. Schep het in een kom. En dek af. Laat het 30 minuten opstijven in de koelkast. Hak ondertussen 3 eetlepels geroosterde amandelen en 3 eetlepels pistachenoten fijn en meng met elkaar. Snijd de blaadjes van 5 takjes munt en 8 gram dille fijn en meng. Laat 120 gram granaatappelpitjes uitlekken. En meng met 1 eetlepel maanzaad. Vorm met 2 dessertlepels 24 balletjes van het kaasmengsel. Rol met de hand tot mooie, ronde balletjes. Rol 8 balletjes door het notenmengsel. 8 door het kruidenmengsel. En de rest door de granaatappelpitjes met maanzaad. Zet de balletjes nog 30 minuten in de koelkast. Zo maak je 3 verschillende soorten kaasballetjes.